Sven, iedereen verwacht van jou, hij wordt wel wereldkampioen voor de zesde keer. Vind je dat moeilijk om er steeds op in te gaan? Ja, op een gegeven moment wordt het wel een beetje hetzelfde verhaal natuurlijk. En, weet je, voor mij is het nog steeds spannend en ik ben nog steeds een soort van zenuwachtig voor de wedstrijden. En het moet altijd toch nog wel gebeuren. En ja, voor mij is het zeker geen zekerheidje. En weet je, je verliest zo een paar tien op 500 meter. En dat kun je niet gebruiken. Hoe ging het net? Want je had een training. Ik zag je starten. Ja, formidabel. Maar hoe ging het verder? Ja, wel oké. Het gaat wel goed. Ik heb wel een prima gevoel. Ik heb heel erg goed naar mijn vorm toe kunnen werken in Insel. En in Insel ging het wel heel erg goed en ik hoop dat nu te vasthouden of eventueel door te trekken. In Insel reed je volgens mij op 80%. Ja, de andere wedstrijden ook. Er zit nog veel meer in. Nou, dat weet ik niet, maar zo'n World Cup, ja, weet je, degene die deze week het WK Allround hebben, die rijden toch altijd met iets anders. Ja, die kijken eigenlijk over naar World Cup heen en Jorrit en Bob natuurlijk niet, maar ja, voor ons is dat dan iets anders. Maar ik kon redelijk makkelijk die 6-11 rijden. Ja. Wie zijn jouw grootste concurrenten hier? Ik denk toch Pedersen, Blokhuizen, Bukko en eventueel Koen Verwij. Maar die heeft al lange tijd geen lange afstanden gereden, maar ik denk dat zijn korte afstanden wel goed zijn. Maar de Nooren, die zijn in de lift. Ja, nee, absoluut. Zijn dat kleine jochie, Pedersen? Kleine jochie, zo groot ben jij ook niet hoor. Hey. Maar Pedersen doet het heel erg goed. En ik denk dat hij misschien in potentie wel beter kan worden dan Bukko. Ja. Nu heb je net getraind. Hou jij die concurrenten dan ook in de gaten tijdens zo'n training? Nou, je kijkt er wel een beetje naar natuurlijk. En dat vind ik ook gewoon mooi. Ik vind het gewoon mooi om naar schaatsen te kijken. En hoe anderen doen. En ik kijk wel een beetje naar. Maar niet, natuurlijk niet als ik zelf bezig ben. Maar. Nu hebben we daar verderop hebben we het Eresgevot. Ja. Waar kom je te staan? Ja, ik hoop zondag op het hoogste schafot, maar voor de rest dat maakt het weinig uit wat je op zich in een Allround toernooi op die andere afstanden doet. Als je uiteindelijk maar aan het einde van het weekend bovenaan staat.